Hi, good morning. Can I have the Belgium style waffles? Yes. Banana. And can I have the green easy juice? Yes. Okay, thank you very much. Well, good morning. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij in LA. Zoals jullie zien ben ik in een hotelkamer en dat is omdat ik met NYX Professional Makeup in LA ben. Ze hebben mij meegenomen naar LA, echt crazy voor de launch van deze oogschaduwpaletten en nog twee highlightpaletten, de I Love You So Mochi, zeg maar, paletten. Super cool, echt een droom die uitkomt. Het is vandaag de laatste dag, morgen vliegen we naar huis, maar het is oprecht een droom die uitkomt. Dinsdag zijn we aangekomen, het is nu zaterdag en ik ben gewoon echt aan het leven en aan het genieten. En het is oprecht een van de beste tripjes die ik ooit heb gemaakt. Dus ik wil NYX alvast heel erg bedanken voor het mogelijk maken van deze trip. En in mij geloven en mij meenemen op zo'n geweldige PR-reis. Vandaag ga ik een Get Ready in Los Angeles doen. Ik doe overal waar ik op vakantie ben of overal waar ik ben, doe ik een soort van Get Ready in. Dus ik dacht, natuurlijk ga ik ook een Get Ready in Los Angeles doen. Dus ik heb hier gewoon mijn make-up. Ik zeg maar, hier heb ik gewoon elke ochtend nu zo mijn make-up gedaan. Dus ik ga gewoon heel basic mijn make-up doen met jullie samen. Ik weet dat het een lange video waarschijnlijk gaat worden, maar I'm sorry. Ik wil gewoon leuk wat je kletsen, wat je vertellen. Mijn make-up hier is zo anders. Zeg maar, in Nederland kan ik gewoon dagcreme, primer, foundation, concealer en dan zeg maar baken onder mijn ogen. En dan worden mijn onderogen niet droog. Maar ik denk gewoon door het vliegen en door het weer hier. Ik had gisteren dus zeg maar mijn onderogen gebaakt met die Chanel poeder. En mijn onderogen waren zo freaking droog. Het was echt zo van, wat de frick is hier gebeurd? Het was echt bizar. Het was echt gewoon zeg maar cracking. Het was echt een soort van aan het krenken. Nou, het was echt heel erg lelijk. Dus ik ga dat vandaag niet doen. Ik ga het gewoon echt een beetje afpoederen. Maar het is echt jongens, het is zo geweldig. Het is hier gewoon 20 graden. Vandaag wordt het volgens mij zelfs 26 graden. Dit is voor hun winter. Het is echt bizar om te zien dat dit gewoon letterlijk voor hun winter is. En alle mensen zijn zo freaking lief en zo freaking aardig. En in ieder geval bijna iedereen. Weet je, we hebben ook wel bij Ubers in de taxi gezeten die gewoon stil zijn. Maar zeg maar, degene die praten zijn ook gewoon super geïnteresseerd in je. En zodra je vertelt dat je uit Nederland komt, dan is dat zo van wow. En helemaal vragen stellen ook en zo. En gewoon heel oprecht en heel lief in mijn mening. Ik vind de vibe hier gewoon heel leuk en heel, ja, gewoon cool en chill. Vandaag is de laatste dag en vandaag hebben wij de IMADS-beurs. Ik ben al één keer naar de IMADS-beurs geweest in Londen met school, met mijn, ja, met mijn opleiding. Dat was echt super vet. Londen was erg klein. Maar nu gaan we dus naar de IMADS-beurs Los Angeles. En hier heb je gewoon echt meerdere hallen. En in Londen is het gewoon één hal. En Jeffree Star Cosmetics staat er. Echt letterlijk. Er staan zoveel geweldige merken. En alles heeft uiteraard ook korting. En het is echt kut dat dit de laatste dag is. Want we hebben al zoveel geld uitgegeven. En dan komt de laatste dag en dan komt er eens IMADS. Like, oh god, am I gonna survive this? Maar ik heb er super veel zin in. Tot nu toe hebben we achter al super veel leuke dingen gedaan. We zijn naar de Morphe Store geweest. We zijn naar de Fashion Nova Store geweest. Die viel dan ietsje tegen. Maar we hebben echt zoveel leuke dingen gedaan. En oh, ik heb een tatoeage laten zetten. Like, oh my god, look, a little LA mark. Ik heb een heel klein, zo'n klein tatoeage laten zetten. En dit mini kleine dingetje was 150. Die grote was ook wel met 50, dus het is echt duur hier mijn tatoeage te laten zetten. Maar ik had zoiets van, oké, ik wil gewoon een tatoeage. Net als dat ik een Get Ready in elke vakantieplek opneem, wil ik ook gewoon in elke vakantieplek een kleine mark achterlaten. Dus een kleine tattoo. Deze hele stad zit gewoon stacked en vol met gewoon hele erge bekende mensen. En dat voel je ook gewoon. Je voelt gewoon dat deze hele stad vol met bekende mensen zitten. En als het geen bekende mensen zijn, dan zijn het wel mensen die graag bekend willen worden. Of zeg maar, die een doel hebben waarom ze hier zijn. Dat is zo cool en dat is best wel inspiring of zo. Zeg maar, ik denk niet dat je hier bent als je niet, zeg maar, er zullen mensen zijn die bijvoorbeeld geboren zijn of zo. Maar ik denk niet dat je hier bent als je niet een goal hebt of een doel om, zeg maar, of een droom. I don't know. En ik vind het een hele frisse nieuwe kijk of zo. Want
In Nederland, in ieder geval in mijn mening, heb je dat. We hebben niet zoveel mensen die echt zeg maar zo gepassioneerd zijn als dat mensen hier zijn. En mensen hier in de Uber en zo zullen je heel erg snel een mixtape en zo laten luisteren. Want stel, je zou het maar aan de goede persoon laten luisteren. Weet je wel, het is echt. Mensen komen hier echt om een reden. En dat is heel erg refreshing en heel erg cool. En I love it. Lekkere slordige Engels wat ze hier praten en zo. Echt zo. Als je in Engeland bent, is het allemaal echt zo. How are you, darling? En hier is het gewoon lekker hoe je het geleerd hebt van de televisie Engels. And I love it. Er komt ook zeker een shoplog van LA. Of course. Don't worry. Die komt eraan. Als ik thuis ben, dan ga ik gewoon alles uitstallen. En dan ga ik gewoon alles laten zien aan jullie wat ik heb gekocht. En de reden erachter en zo. En wat ik ook wil doen is een full face First Impressions LA make-up. Dus met alles wat ik heb gekocht, kan ik volgens mij zelfs al een full face make-up maken. Dus dat ik dan gewoon een full face met alles wat ik hier heb gekocht ga opnemen. Dat leek me ook super cool. Maar dat zal ik dan na de unboxing doen, omdat je dan anders alles al hebt gezien. Snapt u? Snapt u? We hebben dus iMatch vandaag. Het is een make-up beurs, jongens. En op een make-up beurs moet je er goed uitzien. Want echt, mensen, hun make-up daar zijn. Ik kwam überhaupt gewoon bij deze hele trip. Ik kwam hier aanlopen en hoe goed iedereen uit alle landen hier eruit ziet. Want we zijn hier met 24 landen en met 30 influencers van al die verschillende landen. En hoe goed iedereen er gewoon uitziet en hoe goed iedereen zijn make-up er hier uitziet. Ik voelde me zo geïntimideerd. Ik dacht echt, oh, oké. Echt gewoon the most. And I love it. Echt, hadden we maar meer zulke influencers in Nederland dan zou ik echt zo happy zijn, maar gewoon the most extreme make-up zie je gewoon hier en ik hou daarvan. Vergeleken met iedereen die hier is, ben ik echt nog toned down, zeg maar. Dus moet je nagaan en I love it. Ik heb gisteravond dacht ik, oh ik film even een mukbang, ik edit hem even en ik upload hem eventjes. Het uploaden hier duurde zo freaking lang. Ik heb letterlijk hem de hele nacht laten uploaden en toen ik wakker werd, was hij nog steeds aan het verwerken. Zo lang heeft hij erover gedaan. Dus ik dacht echt. Oh, eten. Oké, dat eten was echt zo lekker. En ik heb ook alvast eventjes mijn wenkbrauw gedaan. Omdat het gewoon pure concentratie is. En ik jullie daar niet mee wil lastigvallen. Bij mijn ontbijt is deze green juice. En voor de prijs, ik denk, ik kreeg het zo'n halve liter green juice. En dan kreeg ik gewoon zo'n fles, want het is $12. Maar hij is wel lekker. Hij is heel erg gezond. Als bronzer heb ik deze hele trip de MAC Mineralized Skin Finishing Medium Gold gebruikt. Ik vind het een hele fijne bronzer. En ik ben dus de laatste tijd heel erg fan van de Mega Fan Brush. Dit is de enige bronzer die ik heb meegenomen. Ik heb zeg maar zo min mogelijk make-up zelf meegenomen. Dus eigenlijk heb ik deze hele trip een beetje hetzelfde op mijn gezicht gehad. Maar het is zo raar. Make-up ziet er echt anders uit hier. En ik weet niet of het mijn huid zeg maar gewoon anders is door het water en door de lucht hier en door het vliegen en zo. Mijn lippen waren de afgelopen 3 dagen gewoon letterlijk Krusty Island. Het was echt verschrikkelijk. Echt velletjes en dingetjes. En zo lelijk. En dat kwam echt door het vliegen. Ik heb zulke droge lippen gekregen door het vliegen. Echt zo stom. Ik snap ook niet hoe dat kan, zeg maar. De zon begint heel erg te schijnen. Dus ik denk dat het licht zo gaat veranderen. Kijk, ik word hier alleen maar blij van dat de zon gaat schijnen. Want dan is het echt vet lekker weer straks. Ik hoop niet dat het te warm is in die beurs. Want toen ik in Londen bij IMATS, toen ik daar binnen was, girl, dat was zo warm. Het was echt gewoon een volledige zaal vol met zwetende, warme mensen. Dat is niet erg, maar oké, blush. Ik heb als enige blush Nars Orgasm meegenomen. Dus die heb ik ook de afgelopen 5 dagen opgehad. Dus ik ben er een beetje zat mee. Ik heb zoiets van Nars Orgasm laat ik voorlopig eventjes weer aan de zijkant liggen. Omdat het niet de meest. Het is een prachtige blush. Het is een blush die je elke dag op zou kunnen. En op elke skin tone prachtig zou staan. Na 5 dagen non-stop ben ik er wel een beetje klaar mee. Ik snap ook niet hoe mensen letterlijk elke dag dezelfde make-up kunnen dragen. Zeg maar gewoon die gewoon 1 stapel ding hebben waar ze wat ze gewoon elke dag op kunnen doen. Ik kan dat niet. Ik moet echt spelen en verschillende soorten make-up en verschillende soorten lipkleuren en verschillende soorten blush en highlighters en zo. Ik kan dat oprecht niet hoor. Ik vind dat heel knap. Iemand die dat kan en die dat gewoon hoor ik kan hemmen, ik vind het heel knap. En dan ga ik met een damp beauty blender en mijn Chanel poeder mijn contour. Want kijk, het is nu zeg maar best wel een grote vlek. En dat willen we niet. Dus wat ik doe is, ik ga van mijn oor
naar mijn mond toe. En dan is hij een stuk cleaner en hij kan nog wel ietsje hoger. Even ietsje meer. Ja. En dan heb je een hele clean contour. Voor mijn ooglook ga ik het Manny MUA Makeup Geek paletje gebruiken. Dan heb ik gewoon een grote fluffy kwast en een transitiekleur. En mijn ogen doe ik meestal heel basic. Ik doe boven gewoon een basic transitiekleur, onder een heftig kleurtje en op mijn ooglid heb ik dus zeg maar nu die nieuwe. Deze heb ik al wel gebruikt. Het enige wat ik heb gekocht dat ik al wel heb gebruikt, dat zijn de Stila Glitter and Glow Liquid Eye Shadows. En ze zijn geweldig. Zo freaking pretty. Echt love it. Dus wel blij dat ik die kon kopen. Ik ben 3 verschillende Sephora's zijn we in geweest om alle kleuren te vinden die ik graag wou. Ik heb nu uiteindelijk 3 kleuren. Maar echt, het was het 3-dubbel waard. En ik heb wel een beetje het idee dat jullie ondertussen wel weten hoe jullie erop moeten maken. Dus echt elke stap uitleggen. Het heeft niet echt meer zin, zeg maar. Ik heb het idee dat jullie dat gewoon de mensen tegenwoordig met al die YouTube-video's, met al die YouTubers, wel weten hoe ze hun make-up moeten doen. Dus natuurlijk, ik kan uiteraard laten zien welke producten als ik fijn vind. Maar echt jullie leren hoe het moet. Ik heb een beetje het idee dat jullie wel weten hoe het moet, zeg maar. Dus ik denk vooral dat het leuk is om te weten welke producten ik fijn vind. En al dat soort dingen dan te zien hoe ik een look maak. Want jullie weten toch wel hoe dat moet. Maar laat even jouw mening daar hieronder beneden over weten. Of jullie looks nog interessant vinden. Of dat jullie het nog, zeg maar, zoiets hebben van we weten het nu wel. Het boeit niet echt meer. Want ik ben niet echt baanbrekend met mijn ooglooks of zo. Weet je, ik ben meestal gewoon wat meer toned down en wat basic. Dus qua ooglooks. Dus. Van het Makeup Geek Mani palet ga ik deze rode onderste kleur gebruiken. En deze ga ik op een Morphe M506 gebruiken. Want precies op een penseeltje. En deze ga ik onder mijn oog aanbrengen. En heel licht. Niet heftig, niet heel extreem. Gewoon een hele lichte baas onder mijn ogen. Dus dan pakken we Gold Goddess van Stila. En deze ga ik over mijn ooglid aanbrengen. Ik ben overgegaan naar een make-up tutorial. Like, what the fuck. Ik was leuk aan het vertellen over Helene. Nu ben ik overgegaan naar een make-up tutorial. Maar jongens, deze Stila oogglitters, whatever het ook is. Ze zijn liquid eyeshadow glittery shit. Is zo mooi. Het is zo mooi. Oh. Voor highlights ga ik beginnen met de Kylie Jenner Cotton Candy Cream. Ik heb zo lang gedacht dat het Cotton Candy Dream was, maar het is letterlijk Cotton Candy Cream. I'm such a stupid ass. Oh ja. Yeah. En dan pak ik mijn Allure Highlighter in SF. De highlighter die ik ongeveer deze hele trip een beetje heb opgehad. En het is zo extreem en het is zo geweldig. En het is mijn favoriete highlighter. At the moment. Ook pak ik deze highlighter op. Uiteraard de brug van mijn neus. En vooral geconcentreerd op een puntje. Oh girl. Op de lip. Een beetje op de kin. You wanna be wet. We willen die hele erge wet look. Dan gaan we door naar mascara en wimpers. Voor mascara ga ik uiteraard. De Roller Lash van Benefit gebruiken. Het is nog steeds mijn favoriete mascara. Ik heb hier wel 2 nieuwe mascara's gekocht. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Want mensen die ook helemaal geweldig vinden. Dus die ga ik zeker testen. Maar voor nu is dit nog steeds mijn favorietje. De eerste dag had ik ook bij een winkeltje Lily Lashes gehad. En deze zijn in de stijl Hollywood. Dus dan ga ik die maar opplakken. De lashes are on and I love it. Oh, I love them. Zo lekker extreme en extra. Nu ga ik met de Benefit Gimme Brow in de nummer 3 eventjes de poeder uit mijn wenkbrauwen halen. Dan is eigenlijk alleen nog maar lipstick. Dan ben ik volgens mij al klaar. En dan fixing spray. Ik ga nu eerst mijn lippen scrubben. Aangezien ze zo freaking dry zijn. Ik heb hier Velour Liquid Lip Scrub in Blue Raspberry Sucker. En oh, dat was een beetje veel. That was a little bit much. Deze lipscrub smaakt een beetje naar dummies. Met van die doosjes met dummies. Love it. Of een donkerrood. Wat op zich cool is. Of Jeffree Star Abused. Wat nog cooler is. Denk dat ik voor Abused ga. Ew. What the fuck's happened here? Mm-mm.
Ja. Dus ik ga nu eventjes mijn haar krullen en dan ben ik klaar. Ik ben klaar met mijn make-up look. Dit is mijn look voor iMat. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. In ieder geval, vond jij de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten of jij ooit wel eens naar LA bent geweest. En wat vind jij van LA? Wat vind jij van Amerika? Dus laat je beneden in de comments achter. Ik vind het super leuk om alle leuke lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot morgen. Nee. En tot in de volgende video. Doeg.